Hoi en welkom bij weer een nieuwe vetste producten van deze keer van september. We hebben 4 vette producten uitgekozen en wil jij beginnen? Ja, is goed. Als allereerst heb ik hier de Tile bij me. En de Tile is een apparaatje dat maak je vast aan bijvoorbeeld je portemonnee of je sleutels. Ja. En het is in principe gewoon een Bluetooth tag en dat zorgt ervoor dat je nooit meer je spullen kwijtraakt. Stel je nou voor, je bent hem kwijt, dan druk je op Find en dan gaat hij even zoeken. En dan denk je, oh ja, dat is... Aha! En het leuke ervan is, als hij kwijt is, dan sta je er niet alleen voor. Want je hebt namelijk een soort van community. En vervolgens kan iedereen die een taal heeft, je helpen zoeken naar je tas. Dus stel je voor, je bent je tas echt in een metro vergeten. Nou, dan is het bereik zo weg natuurlijk. Ja, meters, en dan kan je in de app zeggen van, hey jongens, ik ben mijn tas vergeten. Of ik ben ergens kwijtgeraakt. En dan gaan al die apps dus gaan dus zoeken. En iemand die je vindt, die krijgt dan een berichtje. Krijg jij een berichtje van, hey, je tas is bijvoorbeeld daar. Ze noemen het de largest search party in the world. Okay, en dat is op zich al accuraat. Ik vind het heel vet. Ik hoef het bijna niet te vragen, maar wat heb jij bij? Ik heb de nieuwe GoPro Hero 7 meegenomen. Wat ze hebben veranderd is niet, zeg maar, frames per second en 4K, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat is allemaal hetzelfde gebleven qua specificaties als de vorige GoPro. Mm-hmm. Maar wat heel erg vet is dat hij dus nu, ze noemen het hyper smooth video kan maken. Hyper smooth video? Ja, precies. Ja, hij heeft 3-assige stabilisatie en het zorgt er echt voor dat je idioot stabiele shots kan maken. Oh, wow. Het coole is dat je dus geen gimbals meer nodig hebt. Eigenlijk is je arm een gimbal. Tenminste, zo voelt het als je een beet houdt en zo voelt het als je filmt. En dat zie je ook terug in de footage als je de beelden terugkijkt. Nice, of niet? Heel vet. Naast dat hij hypersmooth heeft, kan je dus ook time warp video's maken. Omdat hij zo stabiel is, lijkt het net of je op een soort treinrails dus overal doorheen zweeft. Oh, vet. Vet of niet? Ja, het was heel tof. Ja. Dus dat maakt je vakantievideo's wel echt een stuk beter. Ze zijn een beetje gaan verplaatsen ook naar alle mensen die social media heel erg cool vinden en dat soort dingen. Want je kan tegenwoordig vanaf je GoPro, worden alle foto's en video's die je maakt opgeslagen op je telefoon in de apps van GoPro. En, vanuit... Alles? Ja, alles. En je kan vanuit daar heel makkelijk op Instagram posten of je dingen op Facebook zetten. Sterker nog, je kan zelfs live video gaan uitzenden met je GoPro. Live video? Ja, dus als je vanaf je GoPro? Ja, als je straks op de piste staat en je denkt, oeh, dit is stijl, dit moeten mensen zien of meemaken, dan kan je dus zeggen live video en dan kunnen mensen live meekijken met dat is wel echt heel hoe jij aan het skiën of snowboarden bent. Iedereen kan skiën of snowboarden, maar het is wel wat voor mensen die het wel kunnen. Ja, precies, precies. Laatste ding, er zijn 3 versies. Dus je hebt de witte, een zilveren, dat is deze, ik zal hem er even uithalen, en de zwarte. Wat is het verschil? Eigenlijk is dit de simpele versie. Dus het is echt gewoon lopen, klikken, filmen en dat is klaar. Ja. De black, dat is degene die professionele videomakers gebruiken, omdat je daar allemaal instellingen kan veranderen. Je hebt 4K, je hebt 60 frames en dat soort dingen. Dus het verschil zit hem vooral in hoe makkelijk ze te bedienen zijn en of het professioneel of meer hobbyachtig is. Oh, ik vergeet er trouwens bijna wat. Hoe hou je je telefoon meestal vast als je aan het scrollen bent door je Facebook en Instagram? Verticaal, toch? Verticaal, ja. Ja, nou, daar heeft GoPro dus over nagedacht. Ze hebben er namelijk toegevoegd dat je alles kan filmen en fotograferen in portrait mode. Oh, slim. En daarmee slaat hij alles op, zodat je het beste beeld krijgt op je sociale media. Op je smartphone. Slim, ja. Slim. Cool. Over portrait gesproken, dit is de Meural. En ze noemen het zelf een digitaal canvas. Nou, wat kan je ermee? Zoals je kunt zien, je kan er kunst mee laten zien. Ja. In huis, verschillende soorten kunst, dus je hebt geen fysieke kunst meer te hebben. En je kan hem besturen alsof je Harry Potter bent. Echt heel vet, je gebruikt gewoon gestures om door verschillende schilderijen heen te gaan. Oh, maar niet alleen... oh, je hoeft hem niet aan te raken? Nee, je hoeft hem niet, je hovert erboven, zeg maar. Ja. Nou, wat maakt dit ding nou speciaal? En dan hoort je denken, want het is gewoon een heel groot fotolijstje. Maar ze hebben een aantal hele speciale technieken gebruikt om ervoor te zorgen dat de schilderijen die je hier ziet heel erg echt eruit zien. Ja, je had zeker je had net een schilderij met rotsen en dat soort dingen. Ja, je ziet zeg maar het relief in het schilderij en je hebt echt het gevoel dat je die dikke kwastlijnen, zeg maar, die verf zou kunnen aanraken. Ja, inderdaad. Ja. Nou, dat maakt hem echt heel erg vet. Ja, inderdaad. Wat kan je erop laten zien? Nou, in principe alles wat je wil. Je hebt echt hele speciale playlists die gemaakt worden door Meural met verschillende soorten kunst. Ja. Dus uit bepaalde era's, van bepaalde mensen, van bepaalde thema's. En die kan je allemaal automatisch via wifi binnenhalen, dus je hoeft er zelf niks voor te doen. Doet hij zo, pas zich aan de verschillende soorten ruimtes, zodat je altijd goed kan zien wat erop gebeurt. Doet hij uiteraard ook in landscape mode. Verandert het niet. Ja, en dan pakt hij ook automatische schilderijen die in deze oriëntatie zijn gemaakt. Ja, dus hij gaat van portrait naar landscape, zoals je net zelf al zei met de GoPro. Ja. Ik zou niet heel de dag naar dit willen kijken inderdaad. Dat is persoonlijk. Ik denk dat er wel mensen zijn die dit doen. Ja, ja, right. Vergeet niet dat je een abonnement nodig hebt om al die kunst binnen te kunnen halen. Dat is ongeveer €5 per maand of €40 per jaar. Maar wat ik wel heel erg tof vind, is dat van elke euro die binnenkomt voor je abonnementen er 60 cent terug gaat naar de artiest. Dus het is wel echt een soort van wisselwerking tussen artiesten of kunstenaars en de Meural. Ik moet zeggen, ik dacht ook nog een abonnement. Maar goed, als je normaal kunst gaat kopen, dan moet je ook geld, heel veel geld uit. Meer dan dit in ieder geval. Precies. Ja. Ik heb ook nog iets vets. Ja. Het past niet hier op ons bureau, dus loop even die kant op. Nice. Oké. Ga zitten. Ik? Ja, ik ben al vet genoeg. Okay. Ga zitten. Jee. Luister. Ja. Deze achterste, die ken je misschien al. Dit is de Wahoo Kickr. Die verkopen we al een tijdje, maar er zit nu een nieuw product bij. En dat is de Wahoo Kickr Climb. Je voorvork, zoals je ziet, gaat erin. Deze achterste die bepaalt eigenlijk de weerstand hoe zwaar het is dat je moet trappen. En nu met de Wahoo Kickr Climb kan je, zeker als je hem connect met een app, zeg maar bergen simuleren. Dus je kan bijvoorbeeld de Alpe d'Huez of de Mont Ventoux aanklikken in een app. Dan ga je fietsen en als de berg steiler wordt, dan zal je merken dat deze, ik zal het even handmatig doen, omhoog gaat. En dat de weerstand dan hoger wordt. Ja, dus je kan echt simuleren dat je een berg opfietst. Ten eerste is het wel grappig, omdat als je zeg maar een berg opfietst, zit je in een andere houding. Dus die houding die wordt gesimuleerd. Ja. En de weerstand die hoort bij zeg maar, het verstijgingspercentage, die wordt gesimuleerd door de achter. Ja, wordt ook aangepast. Fancy. Dus hoe hoger, hoe zwaarder. Word je al moe? Beetje. Nog even blijven zitten. Ja, heel chill. Er is namelijk nog iets vets. Naast dat je echte bergen kan simuleren, dus Alpe d'Huez of de Mont Ventoux, heb je de Swift app. Ja. Het leuke van deze app is dat je kan fietsen in een virtuele wereld. Dus je kan hele aparte parcours kiezen over vulkanen met lava en dat soort dingen. En je kan fietsen tegen andere mensen. Dus iedereen die met deze app fietst, of thuis dus op zijn zolderkamertje zit te fietsen, die zie je terug in deze app. Ik word ook de hele tijd ingehaald. Je wordt de hele tijd ingehaald, ja, dat klopt. Als je dit vaker doet, dan kun je er proberen voor te zorgen dat jij degene bent die misschien mensen inhaalt. Of, wat ook leuk is, is dat je met je vrienden zeg maar, echt in een soort peloton kan fietsen en samen die bergen kan beklimmen. Dus dat is echt heel tof. Vet, hè? Zijn we er doorheen, denk ik? Ja, inderdaad. Ja. Vette producten. Ja, die andere drie liggen nog daar. Maar welke van de vier vind je het best? Ja, ik vind mijn producten natuurlijk heel tof, maar ik ga voor de GoPro Hero 7. Ja, toch? Ja, ik doe zelf ook wel eens iets met video. We zijn toch... Ja, precies, dat is het. Ja, daarom zou ik ook voor die GoPro kiezen. Ja. Ja. We kunnen bijna niet voor videoproducten. GoPro Hero, ja. De stabilisatie is echt heel vet. Ja, is heel cool. Zeker. Ja. Cool, goed. Nou, bij deze ga ik weer even ergens anders uitzweten. Ik ga voor een rondje lopen buiten om bij te komen. Bedankt voor het kijken naar de Vetste van september. Hebben jullie nog vragen, zet in de comments. En dan hopen we jullie bij een volgende aflevering weer te zien. Doei! Hoi.